Het luchtvaartgebeuren is op dit moment ernstig in gevaar door de sit-down-actie van de werknemersorganisatie Luchtvaartdienst, de WOL. Bestuurslid Charlene Pinas geeft aan dat de werknemers al een tijdje in actie zijn. Echter is er besloten de acties vandaag te verscherpen, omdat er onzekerheid heerst over zaken die zijn afgesproken met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. De WOL heeft bij onderhandelingen, die sinds vorig jaar gaande zijn, kunnen bewerkstelligen dat er een loonsverhoging wordt toegekend aan de operationele diensten. Echter is de looncorrectie niet goed doorgevoerd. Het is namelijk zo dat één operationele dienst de herwaardering of looncorrectie is toegekend. En de rest van de operationele diensten, die ook zorg dragen voor de luchtvaartbeveiliging, daarbuiten zijn gebleven. En toen ons dat natuurlijk is opgevallen, hebben we meteen opgepakt om aan te geven van hé, er is een scheefschroei ontstaan en dit moet gecorrigeerd worden. Men heeft steeds gevraagd dat wij geduld betrachten. We zijn constant in dialoog gegaan en in april heeft men toen beloofd dat het in augustus uitbetaald zou worden. En nu blijkt dat dat er onzekerheid is. Er zijn rechtspositionele zaken. U begrijpt dat wij een luchtvaartorganisatie zijn. We zijn de luchtvaartdienst. We hebben luchtvaartdienst en luchtvaarttrainen. En de WOL houdt zich natuurlijk bezig met beide diensten. We komen op voor al het personeel. Het is namelijk zo dat als jij de operationele dienst of één operationele dienst dat toekent, dat u rekening moet houden dat de rest van de administratieve diensten, wij natuurlijk ook moeten kijken waarom zij zijn achtergelaten. Dat speelt er ook. Andere rechtspositionele zaken, bevorderingen, vaste aanstellingen, dat soort dingen spelen ook. En die dingen liggen al jaren. Dus u begrijpt, er is een heet hangijzer. En wij moeten wel zeggen dat wij een goed gesprekspartner hebben in het ministerie van TCT, maar dat het soms de wensen overlaat, waardoor wij elkaar mislopen. Pinas benadrukt dat binnen de luchtvaartdienst het personeel van de operationele diensten de laatste groep is die in actie gaat. Echter vindt de vakbond het lastig dat zaken die zijn afgesproken niet worden nagekomen. Wanneer u hoort over de luchtvaartbeveiliging, dan komt ter sprake de luchtverkeersleiding. Het is natuurlijk, zijn er meerdere protocollen, er zijn meerdere actoren die voor de luchtvaartbeveiliging zorgen. We willen de nadruk erop leggen dat we de radiotechnische en elektronische dienst erbij hebben en de Aeronautical Information Service. Die zijn de twee operationele diensten die ook zorg dragen voor de luchtvaartbeveiliging. En veelal wachten wij en gaan wij altijd in dialoog en vermijden wij dit moment om in actie te treden. Maar we willen niet steeds over de stoep gegooid worden. De bond is er niet over te spreken dat de transportminister gisteren heeft aangegeven dat door het opstappen van de minister van Financiën er nog geen besluit kan worden genomen over hun salarissen. Leden van de WOL die de belangen behartigt van de luchtvaartdienst en de luchtvaartterreinen zijn belast met alle administratieve en technische apparaten op de luchthaven Zorg en Hoop en Te Sanderij. Mochten er problemen komen met de apparaten, dan kunnen die niet worden gerapporteerd met alle mogelijke gevolgen van dien.